waren gewoon aan het spelen op het strand. Het was 5 jaar na de oorlog. Er lagen nog super veel kogels op het strand. En ik vond er één. Het leek me een leuk idee om de kogel open te maken. Ik probeerde het eerst met mijn handen, maar dat lukte niet. Toen probeerde ik het met een steen. En toen... Ik zocht een telefoon en belde mijn vader. Hij kwam me ophalen in de auto. Hij keek naar mijn hand en hij zei: "Dat wordt niets meer." Het was vroeger de gewoonte dat je het bedrijf van je vader overnam. Mijn vader had een garage. Die kon ik nu niet meer overnemen. In het ziekenhuis werd ik behandeld. Ik ging daarna door het leven met één hand. Ondanks dat mijn vader zei dat er niets meer met mij zou worden, ben ik decaan geworden. Daarna ben ik bij het AZC gaan lesgeven. Ik heb Adrie geïnterviewd en ik hoop dat ik op zijn leeftijd nog steeds dezelfde waarde kan toevoegen als hem.